noordelijk deel van Zuid-Afrika. Een grote verscheidenheid aan biotopen creëert hier een vogelparadijs. De Vlaamse vogelspotters Guy Marchal en Rita Plasman trekken door de savanne en de bush naar het wereldberoemde Krugerpark. Het wordt een confrontatie met de kleurenpracht van unieke vogelsoorten. Maar ook grotere wilde dieren verschijnen af en toe voor de lens in deze aflevering van Vreemde Vogels. Het is vroeg in de ochtend. De doordringende roep van de Hadada-ibis trekt de aandacht. Deze ibissen danken hun naam aan het geluid dat ze maken. Het is een beschermde vogel. Wie in Zuid-Afrika betrapt wordt op het doden ervan, riskeert een fikse boete. Al doet de soort het de laatste tijd wel beter. In de 20e eeuw verdubbelde hun verspreidingsgebied in zuidelijk Afrika. Wellicht met dank aan de vele irrigatieprojecten. Hoewel Hadada-ibissen niet echt afhankelijk zijn van water, zien we ze vaak in de buurt van wetlands. Ze gaan er op zoek naar duizendpoten, regenwormen en kleine hagedissen. Deze Afrikaanse wetlands zijn waardevolle natuurgebieden. De combinatie van stilstaand en stromend water speelt een heel belangrijke rol in de biodiversiteit. Het is dan ook de ideale habitat voor watervogels en roeipotigen. Daar profiteert ook de heilige ibis van. Deze mythische vogel voert ons terug naar het oude Egypte. Daar werden toen jaarlijks tienduizenden van deze vogels gemummificeerd als offer voor de maangod Thoth. Deze god van wijsheid en reden werd afgebeeld met een ibiskop. Er zouden naar schatting 8 miljoen heilige ibissen gemummificeerd zijn door de oude Egyptenaren. Gelukkig is dit verleden tijd en is de populatie nu stabiel. Ze komen zelfs in Europa voor. Vanuit kweekstations in vogelparken vliegen ze uit naar natuurreservaten. Een andere wijdverspreide vogelfamilie langs het water zijn de reigers. Wereldwijd komt een 70-tal soorten voor. Maar hun voedingspatroon is erg gelijkaardig. En daarvoor zijn deze wetlands ideaal. Deze groenrugreiger vond een ideaal plekje om een prooi te verschalken. Deze relatief kleine reigers voeden zich voornamelijk met kleine vissen, kikkers en waterinsecten. Het zijn nogal schuwe vogels. Toch ontdekken we wat verderop hun nageslacht in het struikgewas. Het is nog even wachten tot de ruiperiode. En dan gaan ook deze jongen een kleurrijker verenkleed dragen. Ook een ralvrijger is hier druk in de weer. Ze leven van Zuid-Europa tot aan het dal van de Nijl. Maar om te overwinteren trekken ze naar Zuid-Afrika. In Vlaanderen zal je zelden een ralvrijger aantreffen. Deze kleine zilverrijger daarentegen, die heeft wereldwijd een onwaarschijnlijk verspreidingsgebied. Ook in Europa. Ze leven vooral in draslanden en voeden zich met waterinsecten en kreeftachtigen. En uiteraard staan ook kleine visjes op het menu.
Ook blauwe reigers zijn geen onbekende in Vlaanderen. Het zijn vooral standvogels, maar soms trekken ze naar gebieden met een milder klimaat. Deze blauwe reiger bekijkt het hier allemaal vanuit de hoogte. Zijn scherpe snavel voorspelt niet veel goeds voor mogelijke prooien. Om te vissen waadt hij door ondiep water. Hij zoekt bij voorkeur een plekje met een vrij uitzicht. En dan blijft hij heel lang onbeweeglijk staan. Tot hij plots toeslaat met zijn dolkvormige bek. Op het menu voornamelijk vissen van 10 tot 16 centimeter. Maar hij lust ook wel kikkers, amfibieën en kleine zoogdieren. Reigers leven en jagen vaak in hun eentje. Maar broeden doen ze in kolonies. Op een paar details na is deze zwartkopreiger een beetje het evenbeeld van de blauwe reiger. Hij is iets kleiner en zoals zijn naam laat vermoeden, maakt vooral de donkere kop het verschil. De zwartkopreiger komt enkel in Afrika voor. In hun grote verspreidingsgebied vind je ze vooral in drassige en moerasachtige gebieden. Deze zwarte reiger is echt wel een vreemde vogel. Zoals veel reigers voedt hij zich vooral met kleine visjes en kreeftachtigen. Maar om te vissen toont hij een uniek ceremonieel, met een hoogtepunt net voor zonsondergang. De zwarte reiger gebruikt zijn vleugels als een soort paraplu tijdens het vissen. Zo creëert hij schaduw die bepaalde vissen aantrekt. De laatste in dit rijtje reigers is een erg opvallende verschijning. De hamerkop, uniek in zijn soort. Ornithologen beschouwen hem als het enige lid van de Scopidae, een vogelfamilie uit de orde van de roeipotigen. Een voeding past dan weer wel in het rijtje van de reigers. Hamerkoppen jagen vooral op klauwkikkers en kleine prooidieren. Maar ook garnalen en insecten staan op het menu. Terwijl de reigers verder vissen en nesten bouwen, komen een paar jonge Afrikaanse zeearenden hun dorst lessen. Hun ouders vormen een koppel voor het leven en houden hier een oogje in het zeil. Het zijn imposante roofvogels met een spanwijdte van maar liefst 2,5 meter. Hun krijsende roep verraadt hun aanwezigheid al van ver. In Zuid-Afrika noemen ze hem de visarend, dus het is duidelijk wat hun hoofdmenu vormt. Dit visrijke gebied trekt ook heel wat ijsvogels aan. Wereldwijd bestaan er 87 soorten. 16 daarvan komen in Afrika voor. Hoewel de Engelse naam voor ijsvogels kingfishers is, staat er bij sommige soorten ook wat anders op het menu. Bij de Afrikaanse dwergijsvogel bijvoorbeeld. Dit is een insecteneter met een dieet van sprinkhanen, libellen, krekels en motten. Je herkent hem aan zijn kleine gestalte, de donkerblauwe kop en violette kleur rond de oren. Een leek op vogelgebied zou hem kunnen verwarren met de wat grotere malachiet-ijsvogel. Maar deze soort is een echte visser. Met zijn ultramarijn verenkleed is hij een blikvanger in deze groene omgeving. De malachiet-ijsvogel zit meestal laag boven het wateroppervlak. Amper
een halve meter hoog. Met een flitsende duikvlucht halen ze visjes uit het lichtstromend water. Maar lang niet alle ijsvogels zijn even kleurrijk. Deze bonte ijsvogels sieren zichzelf in soberheid. Het zijn middelgrote vogels van ongeveer 25 centimeter groot en wijd verspreid in Afrika en Azië. Ze behoren naar schatting tot de top 3 van de meest voorkomende ijsvogels op onze planeet. Je vindt bonte ijsvogels langs waterlopen waar ze zich voornamelijk voeden met vis. En in hun geval mag het iets meer zijn dan een stekelbaarsje. De nijlbaars is één van hun favoriete gerechten. En zo'n vis naar binnen werken loopt niet altijd van een leien dakje. Wellicht heeft deze Afrikaanse reuze ijsvogel daar minder moeite mee. Met zijn 45 centimeter is het de grootste uit de ijsvogelfamilie. Maar eindigen doen we met deze prachtige verschijning. Het is een bosijsvogel. Zij leven in tegenstelling tot veel van hun neven niet in waterrijke habitats. Bosijsvogels eten nauwelijks vis, maar jagen in bosgebied op grote insecten, kleine slangen en geleedpotigen. Het zijn geen doetjes. Elke indringer van hun territorium wordt aangevallen. Soms zelfs mensen. Water is niet alleen voor vogels levensnoodzakelijk. Zeker in een land met weinig neerslag en veel zon. Ook heel wat grote zoogdieren zoeken graag de waterkant op. Deze witte neushoorns houden wel wat van verfrissing. Ook zebra's komen even wat water slurpen. Zebra's leven in kuddes en hebben een uniek strepenpatroon. Ze halen een snelheid tot maar liefst 65 km per uur. In combinatie met hun enorm uithoudingsvermogen geven ze roofdieren dikwijls het nakijken. Maar hun wilde aard zorgt er ook voor dat de dieren niet of nauwelijks te temmen vallen. Deze groep Afrikaanse olifanten combineert haar drinkpartij met waterpret voor jong en oud. In de volgende aflevering zien we nog veel meer van dit imposante dier. En ook nijlpaarden zijn imposante verschijningen. Ze zijn groot en log en staren lui voor zich uit. Maar schijn bedriegt, want nijlpaarden horen bij de gevaarlijkste dieren van Afrika. Aan land halen deze kolossen een snelheid tot 30 km per uur. Wanneer ze zich bedreigd voelen, vallen ze zelfs mensen en boten aan. Nijlpaarden doden naar schatting 400 tot 500 mensen per jaar. Maar overdag liggen ze dus meestal in het water te dobberen. Hun ogen, oren en neusgaten staan op de bovenkant van hun kop. Ze horen, zien en ademen, terwijl het grootste deel van hun lichaam onder water blijft. En indien nodig, kunnen ze maar liefst een half uur hun adem inhouden. Maar echt zwemmen doen ze niet. Daarvoor zijn ze met hun ruim 1500 kilogram veel te zwaar. In het prehistorische tijdperk zouden zelfs nijlpaarden geleefd hebben die meer dan 3 ton wogen en ruim 4 meter lang waren. Om en rond de drinkplaatsen zien we ook heel wat hertachtigen. Voor hen is dit niet altijd de veiligste plek. De dieren zijn hier kwetsbaar voor hun belagers. Maar
Dit jong impala-bokje heeft dorst. Gelukkig voor het bokje staat het moederdier op wacht. Ze houdt voortdurend oogcontact met de hyena. En die druipt af. In plaats van het malse vlees van de jonge impala moet hij zich tevreden stellen met de kluif van een kadaver. Volgende keer beter wellicht. Een opvallende verschijning boven de savanne trekt onze aandacht. Het is het mannetje van een hanenstaart Widavink. Ze leven meestal in moerassige graslanden en voeden zich met zaden van enkele lange grassoorten. Af en toe staan ook geleedpotigen op het menu. Hun staart kan tot 50 centimeter lang zijn. De combinatie met zijn lange gitzwarte veren moet de vrouwtjes imponeren. Maar zijn staart heeft ook een minpunt. Bij regenweer kunnen deze widavinken bijna niet vliegen. De roodkraagweduwnaar behoort tot dezelfde familie. Ze voeden zich vooral met zaden van sorghum, maar lusten ook wel kleine bessen en insecten. In de paartijd worden de kleuren van de mannetjes feller en de staart langer. Pittig detail, hoe feller de rode kleur, hoe groter het succes bij de vrouwtjes. Ook deze spiegelwidavinken houden van vochtig grasland en moerasachtige gebieden. Net als andere soorten widavinken houden ze er soms 3 tot 4 vrouwtjes op na. Dat zorgt voor een goed nageslacht, zou je kunnen denken. Maar er zijn kapers op de kust. Deze Diederik koekoek. Met zijn 20 centimeter is het een eerder kleine koekoek. En net zoals de koekoek bij ons, leggen ze een ei in het nest van andere vogels. Bij de Diederik-koekoek zijn de widavinken het slachtoffer om het jong op te kweken. Deze koekoek dankt zijn naam aan een luidruchtige roep, waarin Afrikaanse ornithologen de naam Diederik herkennen. In het Afrikaans heet deze vogel dan ook kortweg Diederiki. Dieper in de bush trekt het heftig kabaal van een paar Jacobijnkoekoeken de aandacht. Ze worden ook wel bonte kuifkoekoeken genoemd. En deze mannetjes zijn aan het kibbelen om een vrouwtje te imponeren. En zij geniet van al die aandacht. Wat later is het weer rustig en heeft het vrouwtje haar keuze gemaakt. Deze middelgrote koekoeken leven in open bos met vooral doornig struikgewas. Net als de Diederik-koekoek zal dit koppel daar het nest van een andere vogel parasiteren. Het mannetje zorgt voor een afleidingsmanoeuvre, terwijl zijn vrouwtje het ei deponeert. Verderop wordt deze zuidelijke geelsnaveltok belaagd door 2 nerveuze vogeltjes. Het zijn paradijsvliegenvangers en die zijn hem liever kwijt dan rijk. De geelsnaveltok komt te dicht in de buurt van hun nest. Zodra de rust is hersteld, ontfermt het vrouwtje zich over haar jongen in het bekervormige nest. Voor de oudervogels is er werk aan de winkel om voldoende insecten te vangen voor hun hongerige jongen. De
geelsnaveltok heeft intussen andere oorden opgezocht. Meer zelfs, hij versierde ook een vrouwtje. En ze hebben al plannen voor een nageslacht. Maar dat is stof voor een volgende aflevering met extra aandacht voor neushoornvogels, hoornraven en andere grondvogels.